welkom bij de wedstrijd tussen Leo Victor en Inter Wanica. Het is de laatste wedstrijd van speelronde 25 vanuit het SZ Stadion. De captains en de officials die zien wij momenteel. Don Juel Magnac en Albert Nipte. Die zijn respectievelijk de captains voor Inter Wanica en Leo Victor. En de officials Sergio Rosenhout, de man die deze wedstrijd zal leiden. En zijn assistenten Vijay Sarju en Soren Amalinsi. De fourth official Shakil Yokil. Inter Wanica won hun laatste partij nog met 2 tegen 1 van Slay Juniors. Terwijl Leo Victor niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen SNL. De eerste partij die tussen deze twee ploegen eindigde in een 2-2 gelijkspel. Joel Pengel naar Dion Dapau tegen de dek laat maar eruit. Dat had heel makkelijk de eerste goal kunnen zijn. Brian Dapau. Adenda schuift hem door naar Shakil Pintu. Malik Kago bereikt Sheraino helaas niet. Kalimon slecht weggewerkt. Dapau neemt over, geeft aan Tafarel Duku. En Tafarel Duku wordt neergelegd in de 16 meter zone. Wat wil zeggen, penalty. Tafarel Duku, de man die achter de bal staat, en hier komt die goal. Tafarel Duku in minuut 6 van de wedstrijd. Al heel vroeg neemt Leo Victor de voorsprong. Een overtreding op Tafarel Duku. En het is Tafarel Duku die de strafschop ook weet te verzilveren voor de eerste goal van de wedstrijd. Pintu, Shakil Pintu nog steeds. En Shakil Pintu dacht dat er 3 poppen daar stonden. Joel Pengel trekt voor Brian Dapau aan Tafarel Duku. Tafarel Duku voor de brace in de 19e minuut van de wedstrijd. Mooi combinatiespel van de Leeuwen. Dion Rellem geeft hem aan Joel Pengel. En daarna Brian Dapau die keurig teruglegt. Rainbow style naar Tafarel Duku. Die hem keurig erin tikt voor zijn tweede goal. En het is 2 voor Leo Victor en 0 voor Inter Wanica. Leo Victor kan het weer proberen. Daar een overtreding door doelman Juman Galimon op Dion Rellum. Arbiter Rosenhout die twijfelt geen moment. Zijn beslissing is een penalty. De trainer Ramon Aputiti die heeft zich flink laten gaan in deze ontmoeting. Hij vroeg om de aandacht van Sergio Rosenhout en die heeft hij ook gekregen door middel van een rode kaart. Dit is natuurlijk helemaal niet nodig. Jij als trainer dient een voorbeeld te zijn voor jouw spelers en niet omgekeerd dat jouw spelers jou moeten komen kalmeren. Nog nooit voorgekomen dat na felle protesten of geschreeuw een beslissing van een referee is veranderd en hier Tafarel Duku. Goal. Tafarel Duku verzilvert zijn tweede penalty al in de 27e minuut van de wedstrijd. En zijn derde goal. Hat-trick voor Tafarel
Doekoe, de man met rug nummer 7. Human Galimon kiest wel de juiste hoek. Maar een even better shot from Tafarel Doekoe. Albert Nipte weet Tafarel Doekoe wederom te vinden. Tafarel deze keer kan doelman Galimon het uit het doel houden met zijn been. En dat was buitenspel. Balovername. Stop naar direct. 3 finito. Leon Rellum nog steeds. Geeft dan aan Tafarel Doekoe. Goal! Tafarel Doekoe voor de 4th straight goal of this match. Een vierklapper voor Tafarel Doekoe in minuut 29 van de wedstrijd. Scoort hij de 4e goal van de wedstrijd. En hij heeft alle 4 van de eerste goals op zijn naam. De naam is Tafarel Doekoe. Keurige assist van Dion Relle en Tafarel Doekoe, die maakt geen fout. Daar acteerwerk van Malik Kago, niet gekocht door Sergio Rosenhout. Dion Relle. Hattrick passie, boy. Prachtige pas, nice assist van Relle. Tafarel Doekoe. Exquisite finish in de korte hoek, verslaat de doelman Human Galimon. Galimon stuurt hem lang richting Shakil Pintu. Shakil Pintu nog steeds in het gebied moet schieten. En nee, hij wordt neergelegd. En Jozef is de guilty man. Penalty voor Inter Vanica. Shakil Pintu achter de bal. Daar komt hij. Goal! Goal, 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 goal. Doelman Dwayne Meerzorg kies wel de juiste richting. Raakt de bal. Maar gelukkigerwijs voor Shakil Pintu dat de bal wel in het net eindigt. En een tegendoelpunt voor Inter Vanica in de 31ste minuut van de wedstrijd vanaf de penalty stip. En we hebben nu al 3 penalties gehad. 2 penalties aan de zijde van Leo Victor. Beide verzilverd door Tafarel Doekoe. En deze keer is het Shakil Pintu die ook vanaf de 11 meter stip weet te scoren. Corner. Dat gaat Rover. Nipte. Bereikt Brian Dapau. Schuift hem door naar Jamie Nana. Jamie Nana! Goal! Goal, 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 goal. Jamie Nana! For the 5th goal of the match. En het is 5 voor Leo Victor en 1 voor Inter Vanica. Mooie paas van Albert Nipte bereikt Brian Dapau en een keurige steekpaas naar Jamie Nana. En op snelheid en 1 keer tikken. Tinodif draai. Scoren is dat ding. En de stand is in minuut 36. 5 Leo Victor, 1 Inter Vanica. Vanica moet dringend de aanval opzoeken natuurlijk. Ze hebben goals nodig. Shakil Pintu. Nice effort. Assistent Iga de keer. Voorzet van Joel Pengel. Tafarel Doekoe gaat hem toch nog halen. Houdt hem binnen de lijnen. Naar Brian Dapau. Brian Dapau. Geeft Joel Pengel. Geeft hem ook aan Joel. Jamie Nana. Geeft hem aan Tafarel Doekoe Dion. Een mooie 1-2 met Tafarel Doekoe. Tafarel Doekoe Jamie Nana. Goal! Goal,
goal. Jamie Nana voor de Braes. En het is 6 voor Leo Victor. En 1 voor de ploeg van Inter Wanica. Mooi combinatiespel. Tik-tak in de back of the net. Hier nog de actie van Brian Dacol. Laat hem achter voor João Pengel. Geeft hem aan Nana. Mooie 1-2 tussen Dion Relum en Tafarel Doku. En hard en laag voor de grond. Jamie Nana moest hem alleen maar richting geven. En daar hebben we de 7e goal en de 6e voor Leo Victor. De stand 6-1 in de 46e minuut van de wedstrijd. Tafarel. Joel Pengel haalt uit. Bomba! Wat een schot van Joel Pengel. Wederom Tafarel Doku haalt uit. Deze keer kan Human Galimon uitverdedigen. En nothing doing there. Geraino Aydinda kan hier weg. Geraino nog steeds. Geeft hem terug naar Malikago. Malikago. Terug naar Geraino. Hij trekt hem voor into the hands of the goalkeeper. Sergio Rosenhout heeft voor de laatste maal gefloten in deze eerste helft van de wedstrijd. Ploegen gaan de rust in met de stand Leo Victor 6, Inter Wanica 1. Eerder kreeg de trainer rood. Volgt u maar. De clubvoorzitter die aan de zijlijnen staat. Die schijnt nog feller te zijn dan de trainer. De security nog gestoten en dat is natuurlijk te ver gaan. Jimmy Dassersi, de voorzitter van Inter Wanica, die laat zich gaan. Ik weet niet waar het precies om gaat, maar ongeacht de issue. Dat behoor je middels dialoog op te lossen. Maar goed, het leven gaat door. De wedstrijd moet voortgang vinden. Leo Victor heeft zojuist de aftrap gedaan. Ze tikken het lekker rondom. Het juiste moment af te wachten om een opening te vinden om zo hun voorlinie te bereiken.
Paulo overname, Malik Kago. Nice counter, Shaquille Pinto hier met de bal. Geeft hem aan Patricio Arland. Goal! Goal, 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 goal. En het is 6 voor Leo Victor en 2 voor Inter Wanica. Inter Wanica scoort in het begin van de tweede helft al heel vroeg in de 46e minuut een tegengoal. Nice ball, Malik Kago naar Shaquille Pinto. Patricio Arland die vrij loopt. En gelijk schiet voor de tweede goal van Inter Wanica. Wordt lang gestuurd. Patricio Arland, Joel Pengel neemt over. Weer Patricio Arland. Deze keer lukt het hem niet om te scoren. Corner wordt kort genomen. Kenley Chanawe naar Severino Wanabo. Die hem over het doel komt. Dat had makkelijk een doelpunt kunnen zijn. Leo Victor, daar een kans voor de ingevallen Dors. Juman Galimon to the rescue once again. Leo Victor weet niet van stoppen. Daar is het Hinashi Amsink die het probeerde. Kago heeft een mannetje voor zich. Passeert zijn mannetje. Heeft de optie, maar kiest ervoor om te schieten. Side net dit. De Leeuwen kunnen hier weg. Joel Pengel. Contact to Tafarel. Doe koek 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 koek. Goal! Goal, 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 goal. Tafarel Doku. Doet het alweer voor de 5e keer. Deze keer in de 68e minuut van de wedstrijd. Prachtige pas naar Joel Pengel. Joel Pengel nog steeds. Terug naar Tafarel Doku. En Tafarel Doku doet wat hij de hele avond al deed. En dat is scoren. En deze keer voor de 5e maal in de wedstrijd. Dus een 5-klapper voor Tafarel. Het is uiteraard een buitengewone prestatie om 5 keer te scoren in 1 wedstrijd. Daar een mooie pass. Jamie Nana vindt Joel Pengel. Joel Pengel nog steeds en hij rolt erin. Dat is een doelpunt. Joel Pengel voor de 8th goal. De 8th Leo Victor goal. En de stand is 8-2. Joel Pengel. Heel sterk aan de bal. En uiteindelijk scoort hij hem. Tafarel Doku geeft hem aan Nana. Nana die schuift hem door naar Joel Pengel. Voor de 8e goal van de Leeuwen. En de stand is na 73 minuten spelen. 8 voor Leo Victor en 2 voor Inter Wanica. Nana naar Joel Pengel. Joel Pengel schuift hem naar Tafarel Doku. Goal! Goal, 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 goal. Tafarel Doku met een double trick. Tweemaal hat-trick voor Tafarel Doku. 6 goals. Tafarel Doku
Hij heeft een zesklapper gemaakt. Al die andere termen zijn natuurlijk verzonnen. Maar een heel bijzondere prestatie. 6 doelpunten in 1 wedstrijd voor Taffarel Doekoe. 6 goals for one man in one match. En de naam is Taffarel Doekoe. En de stand is 9-2 in de 75ste minuut van de wedstrijd. Albert Nipte stuurt hem naar Dors. En de verdediging die grijpt op tijd in. Taffarel Doekoe. Naar Jamie Nana. Vindt Amzing. Energie. Amzing gaat uit. Doekoe, mooie actie. Niemand om hem in te tikken. Dors houdt hem in het spel. Naar Severino in handen van Galimon. Dion naar Nana. Jamie Nana schuift hem naar Dors. Voor de cutback. Uitverdedigd. Dors, side-edit. Shaquille Bengel schuift hem naar Jamie Nana. Jamie Nana vindt Dors. Dors schuift hem erin voor de 10e goal van de wedstrijd. Goal! Goal, 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 goal. Het is 10-0. En het is Dors, Dors, Dors. Heel dorstig om te scoren, ingevallen. En hij scoort de 10e goal van de wedstrijd voor Leo Victor. En het is 10-2. Shaquille Bengel ziet Jamie Nana. Bereikt hem met een pracht van een steekpas. Nana ziet Dors vrijlopen. En voor de 10e goal van de wedstrijd. De 10e goal van Leo Victor dan. Want intussen zijn er al 12 doelpunten gescoord. Nana vindt Severino Martin. En dat wordt goed uitverdedigd. Interwanica kan hier weg. Baba Yaro, Eduards. Eduards nog steeds. Baba Yaro. Bomba, bomba, bomba. Goal! Goal, 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 goal. Baba Yaro, Eduards. Verslaat de ingevallen in Dermo Apianai. Keurige paas. En Baba Yaro, die heeft natuurlijk nog heel veel werk te verrichten met een mannetje voor zich. En de kant die hij opkiest, wauw, wauw, wauw. Gewoon een doelpunt om u tegen te zeggen. Een troost doelpunt voor Interwanica erbij. De stand in de 94ste minuut van de wedstrijd. 10 voor Leo Victor. 3 voor Interwanica. En zo eindigde deze laatste wedstrijd van speelronde 25 ook nog. En daar nog Taffarel Doekoe in gesprek met Sergio Rozenhout. Ik vind persoonlijk dat als iemand een hat-trick scoort, Amma moest kiezen aan matchball zoals dat in het buitenland gebeurt. En met 2 hat-tricks nou, dan verdient die man gewoon zo'n bal met een datum erop. Gewoon een herinnering voor eeuwig. De eindstand, Leo Victor 10, Interwanica 3.